Nou, dat kan me niet mee. Oké. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik heb vandaag even een tussendoor videootje. Ik had deze week eigenlijk geen zin om een video te uploaden. Maar ik heb vandaag toch een video voor jullie. Namelijk de 20 levensvragen tag. Dat zijn dus, houd erin dat je 20 vragen hebt die voor je leven heel belangrijk zijn. Nou, sommige vragen heb ik wel gewoon opgeschreven waarvan ik echt dacht van... Oké, is dat echt zo belangrijk voor je leven? Volgens mij niet. Maar goed, laten we lekker gaan beginnen met vraag 1. Vraag 1 is, wat voor drinken bestel je vaak? Als ik bijvoorbeeld ergens wat ga drinken of zo, dan bestel ik toch wel vaak cola. Ik denk dat dat ook wel komt dat ik dat van mijn moeder een beetje over heb genomen. Dus of cola of ijsthee, wat ik meestal wel neem. Ja. Vraag 2. Welk woord gebruik je echt te vaak? Ik denk, ik gebruik heel veel woorden heel vaak hoor, maar... ik denk dat ik het woord... nee. En ja. Het woord nee en God heel vaak gebruik. Want niet godverdomme, maar gewoon echt het woord God. Want ik heb wel eens, dan valt er iets of dat werkt niet. En God alweer. En dat zeg ik heel vaak. Dus ik denk die twee woorden wel. Vraag 3. Wat is je favoriete film? Nou vind ik favoriete films kiezen heel moeilijk. Maar ik denk dat mijn meest vermakelijke film toch echt wel Narnia is. Ik weet niet of mensen die film kennen, maar dat was vroeger al mijn lievelingsfilm. En nu nog steeds. Vind ik nog steeds een hele toffe film. Vraag 4. Wat is je guilty pleasure op tv? Ik denk, ja, echt een beetje je genietachtig iets, weet je wel, op tv. Ja, ik vind Temptation Island wel heel leuk, maar dat kijk ik eigenlijk bijna niet zo gauw. Dus ja, het is niet echt een guilty pleasure wat ik altijd kijk, maar echt een beetje achtergesloten deuren, beschuldigd, buurtpolitie en dat soort dingen kijk ik wel heel vaak. Dus dat vind ik wel erg leuk. Goed, vraag 5 is, wat is je laatst geluisterde liedje? Nou, mijn laatst geluisterde liedje was Drip. Drip. Die heb ik dus net nog geluisterd. Dat is mijn laatst geluisterd liedje. Vraag 6. Naar wie was je laatste appje? Ik heb daar niet naar gekeken net. Dat was heel dom. Maar mijn laatste appje dat was, als ik goed nadenk, die ik zelf gestuurd heb naar mijn vriendin die hier achter woont, volgens mij. Volgens mij heb ik naar Isabel mijn laatste appje gestuurd. Ja, volgens mij wel. Ja, of naar mijn vriend. Het kan een van de twee zijn geweest. Vraag 7. Waar erger je je heel snel aan? Nou, waar ik me heel snel aan erger is als mensen je constant zitten te irriteren met irritante geluidjes. Of elke keer hetzelfde. Dus ik irriteer me er heel erg aan. En aan mensen die altijd hun gelijk moeten halen. Nou ben ik zelf ook wel iemand die altijd zijn gelijk wil hebben. Nou weet ik zelf natuurlijk ook wel dat ik dat niet altijd heb. Maar ja, aan zulke soort mensen heb ik wel echt een beetje een hekel. Echt mensen die denken, en ik weet dit en dat wel beter. Ja, daar kan ik gewoon niet zo goed tegen. Nee. Want zo iemand ben ik nog niet hoor. Die zegt, ja, maar dat is niet zo. En dat moet zo en dat moet zo. Zo ben ik dan weer niet. Maar ik ga wel door net zolang tot iemand mij gelijk geeft. Dus ja, zo zit ik wel in elkaar. Goed, vraag 8. Wat is je meest awkward moment? Mijn meest awkward momentje, dat was... Ja, waar ik me toch best wel voor schaamde, was nog met mijn ex. Dat je betrapt wordt als je iets aan het doen bent. Dat is wel het meest awkward wat mij is overkomen. Ja, laten we het kort houden en daar blijft het bij. Vraag 9. Je favoriete dag in het jaar? Nou, heel veel mensen zeggen je verjaardag. Maar nee, dat is niet mijn favoriete dag in het jaar. Mijn favoriete dag in het jaar, dat is toch wel echt... Ik denk de zomervakantiedagen of toch de kerstdagen. Dat vind ik wel erg leuk. Ja, ik denk die twee. Niet zozeer mijn verjaardag. Dat vind ik niet zo belangrijk. Goed. Vraag 10. Wat is je favoriete emoji? Nou, ik heb niet echt een favoriete emoji. Althans, het is niet echt een emoji. Maar dat is dat hartje. Ik ben heel erg van de hartjes sturen naar mensen. Ik stuur ze vrij snel. Of dat kuspoppetje met dat hartje die er zo bij. Dat vind ik ook een leuke emoji. Maar ik denk, ja, toch vooral dat hartje wel. Die stuur ik wel echt het meest.
Vraag 11. Kies je voor een kat of een hond? Nou, ik... Momentje. Ik ben echt hartstikke allergisch voor katten. Dus als ik dan moet kiezen, dan kies ik toch liever voor een hond. Ik ben ook meer een hondenmens. Ik heb het nooit echt met katten gehad. Altijd meer met honden. Dus ja, echt een hond. Vraag 12. Vond ik een van de onlogische vragen. Utrecht of Amsterdam? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben in allebei niet echt geweest. Dus ja, oh, jawel, ik ben bij eentje wel geweest. Maar ik denk dat ik dan, ja. Maar ik denk dat ik toch voor Amsterdam kies. Dat is toch wel een beetje wat groter dan Utrecht. En ja, nou, ik denk gewoon Amsterdam. Goed, vraag 13. Koffie of thee? Oeh, dat moet je echt weten in je leven. Nou, dan kies ik toch voor koffie, denk ik. Ik ben altijd wel een koffiedrinker geweest. Terwijl ik de laatste tijd niet zoveel meer heb gedronken. Maar als ik dan toch moet kiezen, kies ik toch liever voor koffie. Goed, vraag 14. Film of serie? Ik weet dat het een beetje iets is dat veel mensen voor een serie zouden kiezen. Maar ik kies toch liever voor een film. Een film kan je lekker in één keer uitkijken. En dan weet je meteen wat het einde is. Bij een serie moet je wachten tot die dan deel die weer uitgekomen is. Dan seizoen die. Nee, dat vind ik niet. Ik kan daar niet tegen. Ik wil gewoon direct weten hoe wat het van begin tot eind wat er zich afspeelt. En niet moeten wachten. Daar hou ik niet van. Vind ik niet leuk. Vraag 15. Engeland of Amerika? Dan denk ik toch Amerika. Ik zou echt wel een keer naar Engeland willen. Dat sowieso. Omdat het ook niet zo ver vliegen is, zeg maar. Dus je bent er zo. En ik denk dat dat wel heel leuk is om naar Londen te gaan, bijvoorbeeld, in Engeland. Maar ik denk dat Amerika echt een beetje van deze tijd is. Want als ik aan Engeland denk, moet ik echt denken aan die ouderwetse dingen. Weet je, alles wat er oud is. En in Amerika een beetje de modernere stijl. Dus ik denk dat ik voor Amerika zou kiezen. Dan vraag 16. Vlees of vis? Nou, dat moet je ook weten hoor, mensen. Nou, ik lust geen vis. Als ik vis ruik, ga ik over mijn nek. Dus ik kies sowieso voor vlees. Het enige vis wat ik wel lust is kibbeling. Maar dan, daar houdt het ook verder mee op. Ik ben vis echt goor gaan vinden. Toen op een gegeven moment ik zalm bij de wok at. Wat dus totaal niet goed gaar was. En wat ik dus echt, nee, daar ben ik zo ziek van geweest. En sindsdien eet ik nooit meer vis. Alleen kibbeling, dat eet ik nog wel, maar verder niet. Goed, vraag 17. Drank of drugs? Nou, ik ben helemaal tegen drugs. Dat weten al mijn vrienden wel, dat ik echt tegen drugs ben. Dus ik zou sowieso kiezen voor drank en totaal niet voor drugs. Daar zou ik echt niet voor kiezen. Ja, nee. Daar kies ik echt voor drank. Goed, vraag 18. Ik kan me voorstellen dat hierbij mensen niet weten wat het is of wie het zijn. Maar dat leg ik dan wel uit. Kies je voor de Spice Girls of Backstreet Boys? Nou, Spice Girls is een meidengroep van mijn moeders jaar weg, zeg maar. Mijn moeder is nu bijna 47, dus vanuit haar jeugd. En Backstreet Boys, ook een beetje rond die tijd. Meer rond mijn vaders tijd, zoiets. Maar ik vind allebei de muziek wel erg leuk. Voor de meiden is het denk ik wel het leukst om Spice Girls te luisteren. Maar Backstreet Boys heeft toch wel echt een beetje de stoere kant. En dat vind ik ook wel erg leuk. Dus ik vind het lastig. Ik denk dat ik ze allebei zou kiezen. Ik kan niet kiezen welke ik beter vind of leuker vind. Goed, vraag 19. Meest random feitje over jezelf? Nou, dan zijn we heel snel klaar. Een feit over mezelf is dat ik alles wil. Zoals het zegt, alles moet zo gebeuren zoals ik het wil. Want anders word ik zo grijnig. Dat is een feitje over mezelf. Dan weten jullie dat ook alvast. En vraag 20. Wat is je belangrijkste levensles? En dat is ook direct de laatste vraag. En de belangrijkste vraag. Want dat vind ik dat je dat wel vaak moet afvragen. Wat is nou de belangrijkste levensles van fouten die je in je leven hebt gemaakt. Waar je toch van geleerd hebt. En dat is denk ik. Vertrouw niet te snel mensen. Ik heb heel veel levenslessen. Maar vertrouw niet te snel mensen. En kijk niet te snel van. Oh, die is een vriend van mij. Of die is een vriendin van mij. Want soms is het echt dat schijnbedriegt. Ze lijken super aardig en je kan ze alles vertellen. Maar achter je rug om kunnen ze je echt een mes in de rug steken. En dat is gewoon, dat heb ik vaak genoeg meegemaakt. En op het gebied van relaties in levenslessen.
Ga niet te snel van stapel in je relatie. Want dan ga je behoorlijk hard op je mijl. En dat moet je gewoon niet hebben. Maar ja, ik denk dat dat mijn belangrijkste levensles is. Ook om aan jullie mee te geven. Denk niet meteen als je iemand ziet. Oh, dat is een vriendin van mij. Of oh, die ken ik zoveel. Of die ken ik 2 maandjes. Ja, dat is echt een goede vriendin van mij. Dat is mijn beste vriendin. Want zo dacht ik net ook met een meisje. Waar ik 2 jaar lang bevriend mee was. Totdat ik in de derde kwam. En er een of andere ruzie kwam. Waardoor zij dus tegen mij begon te zeggen dat ze nooit mijn beste vriendin was geweest. Dat ze me nooit geloofde. En nou ja, noem maar op. Terwijl ze zelf wel dingen heeft meegemaakt en gezien. Waarvan ze zelf ook naar denkt, daar heeft ze niet over gelogen. Dat is wel echt zo. En sowieso tegen mijn beste vrienden lieg ik niet. Want dat is nergens voor nodig. Dus daardoor ben ik wel achter gekomen van. Vertrouw niet gauw mensen. Dus laten we daarbij houden. Ik ben volgens mij nu inmiddels ook al 11 minuten bezig. Dus ik hoop dat je deze video leuk vond. Deel met mij jouw levensles onder in de reactie. Ik ben wel heel benieuwd wat het kan zijn. Want daar kan ik zelf misschien ook wel wat mee. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En dan hoop ik jullie volgende week weer te zien met een nieuwe video. Dus tot volgende week. Doei!